En het weinig hier. dat doet pijn. Ik ga die helemaal ook niet opdoen, hè. Mitsa Beats. Helemaal, leuk dat jullie kijken. Vandaag heb ik civiel studenten van Han op avontuur in Arnhem. Laten we kijken hoe dat eraan toe gaat. Ik zit hier met Hans Peek, de projectleider. Hans Peek, goeiedag. Wat gaan we vandaag doen en hoe ziet de dag eruit? We hebben vandaag de bouworiëntatiedagen vanuit Bouwend Nederland. We krijgen vandaag hier op het project Sint-Jansbeek Arnhem groep studenten op bezoek van de Hogeschool Arnhem. We hebben de dag in tweeën gesplitst. We zullen beginnen met een presentatie binnen. Interactief deel waar ook studenten aan ons vragen kunnen stellen over het project, hoe het hier gaat en hoe het tot stand is gekomen. Vervolgens zullen we buiten het werk gaan bekijken wat we tot op heden gemaakt hebben en wat we nog moeten gaan maken. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Huub, ik ben 18 jaar oud en ik ben eerstejaars student civiele techniek. En je bent hier vandaag om hier de projecten mee te lopen, wat vond je ervan? Ik vond het erg interessant en ik ben veel te weten gekomen. Ja. En is dit nou iets waar jij later ook zou willen doen? Ja, zoiets zou ik wel willen doen later in de uitvoering. Ja, want ja, je hebt voor civiel techniek gekozen. Mm-hmm. Was liefde op het eerste gezicht? Of, Nee, ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Maar toen heb ik een beetje gekeken naar technische studies en toen kwam dit eruit. En als je nou voor toekomstige studenten, als die nog een beetje twijfelen en jij mag ze in één zin overhalen waarom ze voor civiel techniek moeten gaan kiezen, wat zou dat dan zijn? Ja, je krijgt er sowieso een baan mee. Zo. Ja, dat is een goede reden. Ja. Ik bedoel, geld is ook belangrijk. Zeker. Mitsa Beats.